Een priemgetal is een geheel getal, groter dan 1, dat je alleen kan delen door 1 en door het getal zelf. Vergelijk het met een straatje. Dan woont op nummer 21 een traditioneel getallengezin. Want 21 is deelbaar door 1, door 3, door 7 en door zichzelf. Met al die delers is 21 dus geen priemgetal. Bij de buren op 23 is het een stuk rustiger in huis. Want dat getal is alleen deelbaar door 1 en door zichzelf. 23 is dus wel priem. Net als 29, 31, 37, 41, 43 en ga zo maar door. Bingo. Er zijn oneindig veel priemgetallen. Dat weet de Griek Euclides al. Want sinds de oudheid worden priemgetallen grondig bestudeerd en bediscussieerd. Zo wordt in de 19e eeuw besloten dat het getal 1 niet langer bij de priemclub hoort. Maar hij is verder gewoon nog steeds onze enige echte nummer 1. Priemgetallen zijn niet alleen belangrijk in de getaltheorie, ze worden ook gebruikt in de computerbeveiliging en cryptografie. Wereldwijd zijn wiskundigen en hobbyisten voortdurend op zoek naar steeds maar weer grotere priemgetallen. Hé, dat is een leuk klusje voor onze nieuwe PG-113.